TV Achterveld. Nick, de hoeveelste rommelmarkt gaan we dit jaar doen? Dit jaar alweer de 44ste rommelmarkt. Kijk, en dat is zaterdag, of altijd toch, hè? De laatste zaterdag van augustus volgens mij? Ja, ook dit jaar weer jaarlijks de laatste zaterdag van augustus, dit jaar op de 25ste. 25 augustus? Zeker weten, 2018. Ja. Hey, en hoe laat begint dat? Hoe laat stopt het? Hebben jullie nog een pauze? Je mag zo vroeg bij het hek gaan staan als je wil, maar de hekken die openen om 9:30 ochtends. Ik heb al iets gehoord over indeling. Hoe zit dat in elkaar? Ja, nieuw te doen op de rommelmarkt. We hebben natuurlijk die jaarlijks vertrouwelijke kraampjes die elk jaar terugkomen. En elk jaar proberen we wel wat nieuws te verzinnen. En ook dit jaar is dat weer gelukt. Dus je kunt gratis winkelen winnen op onze rommelmarkt. Gratis winkelen, dat kun je nog winnen? Zeker weten. Het is een minuut, dus niet dat je denkt van ik ga de hele dag gratis in winkel op de rommelmarkt. Het is een minuut en je kunt op het toeten blazen. En degene die het hardst toetert, die kan die minuut winnen. Ja, waar moet je melden? Je hoort het vanzelf wel omgeroepen worden. En dan geven we de mensen wat tijd om die uitdaging aan te gaan. Hey, en wordt dan de hele rommelmarkt vrijgemaakt, zodat jij in je eentje kan winkelen? Ja, vrijgemaakt. We gaan niemand wegsturen, maar je krijgt een grote tas mee. Je krijgt de ruimte en alles wat je kunt dragen, wat je meekrijgt, dat is van jou. Ja. Hey, dan zag ik dat jullie de bomen gekapt hebben op het terrein. Is er toch meer ruimte te krijgen? Ja, zeker. We hebben met de gemeente afgesproken om af en toe verrassing in te brengen in het rommelmarktterrein. Ja, ze staan er wat containers, bomen weggehaald. Dus zo zijn we elk jaar aan het kijken hoe we die indelingen het best kunnen maken. Dus ook dit jaar hebben we weer wat veranderingen aangebracht om de indelingen wat ruimtelijker te maken en wat overzichtelijker. Hoe kunnen mensen dat nou van tevoren weten, waar ze dan moeten zijn, als jullie de indeling veranderen? Ja, dat wordt een soort puzzel, zou je haast zeggen. Want de week voor de rommelmarkt gaan we alvast het terrein afzetten. Ja, en tegen donderdag, vrijdag wordt het terrein wat lastiger om te betreden. Ja. Zul je echt van de buitenkant moeten kijken hoe de indeling er dit jaar weer uitziet. Jullie hebben ook altijd hadden altijd een veiling. Die is niet meer op de rommelmarkt? Nee, die zat dat jaar de dienstenveiling op de braderie tijdens de Tuurde Junior week. Is dat goed verlopen dan dit jaar? Ja, zeker weten. We hebben weer, het is altijd lastig om leuke kavels eigenlijk op die veiling te krijgen. Maar ook dit jaar hebben we weer een vergelijkbaar bedrag opgehaald met vorig jaar. Dus zeker geslaagd. De opbrengst van de rommelmarkt die is voor de algemene middelen van de muziekvereniging. Vertel eens, wat doet die muziekvereniging verder? Dat klopt, dat gaat gewoon naar de algemene middelen als het ware. Ja, wat doen we daarvan? Instrumenten moeten we kopen, maar dat is niet elk jaar. We zijn bezig met nieuwe uniformen voor op straat en voor de verschillende onderdelen van varendrementen. Dus dat soort dingen worden betaald. Maar ook dirigenten is een grote kostenpost om die dirigenten te betalen. Om ons in ieder geval wat moois uit de instrumenten te laten krijgen. Wat moeten mensen nog weten tot slot? Ja, grote tassen meenemen, een zak met geld en voor de rest gaan wij het regelen. De spullen staan er en gaan er een leuk evenement voor maken.